Like deze video sneller dan dat ik naar buiten loop vanuit SpongeBob zijn huis in Roblox. En de like challenge begint nu. Als jij sneller bent, heb je extra geluk in je leven. Maar als ik sneller ben, heb ik simpelweg de like challenge gewonnen. Dit is de slak van SpongeBob. En there we go, de like challenge is voorbij. Oh my gosh. SpongeBob? Patrick? Meneer Krab zegt, nee, wie gaat er nu aan de grill staan? En Octo zegt, eindelijk, ik heb wat rust. Terwijl de politieman zegt, wie heeft dit gedaan? De challenge is simpel. SpongeBob en Patrick zijn ingemaakt in Roblox. En ik moet proberen erachter te komen wie zo'n gruweldaad heeft verricht. Hier hebben we de politieagent die verdrietig is. En hij zegt, jij, detective jongen, kom erachter wie dit heeft gedaan. Ik ga mijn best doen. Als ik deze obby haal, dan kom ik erachter. Want aan het einde van deze obby staat, als het goed is, de killer van SpongeBob en Patrick. Oh my gosh, wie zou dat kunnen zijn? Is dat Plankton? Ik denk dat het Plankton is. Laat in de comments weten wie je. Ik denk serieus dat het Plankton is. Dat kan bijna niet anders. Plankton is iemand die dit wel zou doen om zo misschien wel het geheime recept van de krabburger te bereiken. En het is nu al gelijk zo'n lastige obby. Dus ik moet echt even mijn best doen om het eerste gedeelte. Het is ook een beetje, ik ben ook een beetje beduust hoor, moet ik eerlijk toegeven. Ik bedoel, SpongeBob is ingemaakt. Dat is niet iets waar je heel erg vrolijk van wordt. Oké, come on now. Come on now. Oké. En let's do this. Oké. Ik heb de allereerste stage gehaald. De tweede stage die bestaat uit onzichtbaar wordende platformen. Het is dus belangrijk dat ik daar niet naar beneden val. Kijk, ik zeg natuurlijk wel heel stellig Plankton. Maar als je kijkt naar alle dingen die Plankton tot dusver heeft gedaan, dan staat het wel eigenlijk heel erg haaks op SpongeBob of Patrick willen inmaken. Ik bedoel, ja, Plankton is een bad guy. Dat ondermijn ik ook niet. Maar tegelijkertijd heeft Plankton nooit een vlieg kwaad gedaan. Plankton is eigenlijk meer degene die altijd gewoon probeerde om het geheime recept van de krabburger te bemachtigen. Dus misschien heb ik het toch niet helemaal aan het rechte eind wanneer ik Plankton voor deze daad aanwijs. Wat nou als het iemand is die helemaal niets met SpongeBob te maken heeft, maar iemand die bijvoorbeeld wel graag onder water is? Het monster van Loch Ness. Dat zou serieus nog best wel kunnen. Maar at the same time, het zou natuurlijk ook iemand kunnen zijn die gewoon heel erg houdt van zwemmen. Piggy of Slender. Kijk, Slender kan zichzelf teleporteren. Dus Slender hoeft eigenlijk helemaal niet te kunnen zwemmen. Hij teleporteert zichzelf gewoon naar Bikini Brook. Het onderwaterstadje waar SpongeBob en zijn vrienden wonen. Het is serieus een ongelooflijk spannende obby. En ik ben echt heel erg benieuwd wie ik zo meteen ga aantreffen aan het einde van de obby. Als schuldige zijnde van deze daad. Oh gosh. Oh gosh. Oh gosh. Oh gosh. Oh nee, come on. Waarom is deze obby zo lastig? Waarom staat de dader van het inmaken van SpongeBob en Patrick niet gewoon aan het begin van deze obby? Dat zou zoveel makkelijker zijn. Dan hoeven we niet heel de obby af te leggen in de hoop dat we er op die manier achter komen. Oh gosh, we hebben hier te maken met verdwijnende trappen. Als er nou iets is wat jij onzichtbaar zou kunnen maken voor de buitenwereld, maar dat jij het dus nog wel gewoon kunt gebruiken. Bijvoorbeeld een onzichtbare telefoon. Dat je dus gewoon letterlijk kan bellen door dit te doen. Dan zit je gewoon letterlijk in de klas en dan doe je dit. En dan denkt de leraar of de lerares waarschijnlijk gewoon dat je een beetje aan het klooien bent. Maar eigenlijk heb je letterlijk een telefoon in je handen. Welk object of wat zou jij in dat geval onzichtbaar maken? Oh gosh, dit is echt een gigantische obby. En ik denk dus ook dat het wel eventjes gaat duren voordat ik erachter kom wie dit heeft gedaan. Ik zou er graag vandaag achter willen komen, maar misschien moet er uiteindelijk wel een deel 2 gemaakt worden. Oh, ik kan eigenlijk serieus niet wachten. Ik moet weten wie de dader is van het inmaken van SpongeBob en Patrick. Nou, wat mij natuurlijk wel opviel, is dat Octo redelijk opgelucht reageerde. Octo zei letterlijk, nu heb ik eindelijk rust. Zou hij daarmee bedoelen te zeggen dat hij SpongeBob en Patrick misschien zo irritant vond dat hij... Oh, ik wil het niet eens zeggen. Zou dat kunnen? Ik kan het me bijna niet voorstellen, want hetzelfde geldt voor Octo. Hij heeft altijd wel een beetje een irritatie gehad aan SpongeBob en Patrick en vooral aan hun kabaal. Maar hij heeft ze nooit proberen in te maken of iets. Dus ik wijs Octo ook niet als schuldige aan. Dan hebben we natuurlijk Sandy. Dat is ook nog een mogelijke, laat ik zeggen, kandidaat. Alleen tegelijkertijd, Sandy is de beste vriendin van SpongeBob. Samen speelden ze veel karate. Karate. Zou dat misschien een reden kunnen zijn? Nee, ik kan me dat bijna niet voorstellen. Ik denk serieus dat iemand anders het heeft gedaan. Ik denk dat iemand het heeft gedaan die normaal gesproken alleen aanwezig is in Roblox. Dat is wat ik denk. Misschien Jason. Misschien Jeff the Killer. Misschien Jane the Kid. Misschien Slenderina. Dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Het kan ook best een meisje zijn die dit heeft gedaan. Ik weet het niet. Maar spannend is het in ieder geval wel.
Oké. Okay. Oh gosh, we zijn wel lekker bezig. Oeh, maar wacht, er is ook nog een andere bad guy in het SpongeBob-universum. Namelijk de vieze bubbel. En de vieze bubbel, dat is een... ja... Een vieze bubbel. Het is eigenlijk de aardsvijand van Meerminman en Mosseljongen. En voor alle SpongeBob-lovers, Meerminman en Mosseljongen zijn eigenlijk een soort van de superhelden in bikinibroek. En SpongeBob en Patrick houden van Meerminman en Mosseljongen. In ieder geval, we gaan eens even kijken hoe we dit het beste kunnen aanpakken. Het is wel echt een lastig parcoursje, al zeg ik het zelf. Het is ook een wat oudere obby en er wordt ook gezegd dat de obby's vroeger een stuk lastiger waren. Dus misschien heeft dat er wat mee te maken. There we go, en we zijn hier, oh gosh, en let's do this, alright. Nu moet ik proberen om simpelweg niet naar beneden te vallen. Wat natuurlijk ook nog zou kunnen, is dat het de Vliegende Hollander is. De Vliegende Hollander, dat is namelijk een soort van spook in bikini broek die elke avond om 12 uur 's nachts heel even aanwezig is in de hoogte van de bikini broek lucht. En het is zelfs wel een keer voorgekomen dat SpongeBob en Patrick het schip mochten... You are totally kidding me right now. Hoe heeft dat kunnen gebeuren? Dat is super random. Dat hoort niet te kunnen. Dat SpongeBob en Patrick het schip mochten besturen van... Oh, wacht. Ah, ik moet hier naartoe. Van de Vliegende Hollander. En toen hebben ze zijn volledige schip gesloopt. En misschien dat de Vliegende Hollander daar nog een beetje boos over is. Ik moet hier gewoon naar beneden. Wat is dit? Waarom gebeurt dit? Dit is niet de bedoeling. Wacht. Huh? Dit is zo opmerkelijk. Dit zou namelijk moeten werken. Ik dacht heel eerst even dat ik een foutje maakte. Misschien kan ik het beter... Kan ik hier gewoon zo? En dan zo. Hè? Waarom ga ik op deze manier af? Ik heb serieus geen idee hoe ik het nu moet halen. Oh nee, je gaat me niet zeggen dat de mogelijke killer van SpongeBob en Patrick... dit als manier gebruikt om ervoor te zorgen dat ik... Oh gosh, misschien kan ik nu letterlijk niet verder in de obby... omdat de killer van SpongeBob en Patrick dit helemaal heeft voorbereid. Omdat hij het natuurlijk ook wel zag aankomen dat iemand de moeite zou doen... om te achterhalen dat hij het is. Of zij. Oh gosh, oké. Okay. Nou, ik ga het nog één keer proberen. Als het niet lukt, dan moet ik mezelf en natuurlijk iedereen die graag wil weten wie de dader is teleurstellen. Want dan kan ik er dus gewoon niks mooiers van maken. Wacht, misschien moet ik een betere aanloop nemen. Misschien is dat het. Nee. Oh gosh, ja, het houdt op. Oh, dit is serieus echt heel erg pijnlijk. Oh gosh, schijnbaar is het gewoon nog een keer gebeurd. Weer een aantal politieagenten die zeggen... Nee, SpongeBob is ingemaakt. Ze hebben het netjes afgezet natuurlijk. Oh gosh, oké. Okay. Dus ik heb weer een spel gevonden die beweert jou de mogelijkheid te geven... om erachter te komen wie dit heeft gedaan. Helaas, in het voorgaande spel ging het niet helemaal volgens plan. Dat is jammer, maar ik kan het hier op zich weer proberen. Er staat bovenaan in beeld aangegeven in tekst... maar 0,000... 0,01% van de mensen haalt deze obby. Dat is wel een heel opmerkelijk percentage. Dat is eigenlijk praktisch gezien nul. Dat betekent waarschijnlijk dat nog nooit iemand op de wereld, behalve de mapmaker zelf, vandaar de 0,001, dit spel heeft gehaald. Dus ik begin mij af te vragen, zou dat betekenen dat het misschien in dit geval ook niet mogelijk is? En zou dat betekenen dat het misschien in dit geval weer hetzelfde verhaal is als net en dat we op een gegeven moment bij een level uitkomen waar we letterlijk niet verder kunnen? Dat zou pijnlijk zijn. Oh gosh, er ligt hier letterlijk een soort van blue, oh gosh, oké. Ik denk dat ik wel steeds dichterbij kom bij wie het mogelijk zou kunnen hebben gedaan. En waarschijnlijk is de killer in dit spel ook de killer in het vorige spel. Ik kan trouwens een stage overslaan voor 5 Robux en ik kan mijzelf letterlijk naar het einde van deze obby teleporteren voor 25 Robux. Dan hoef ik dus letterlijk de obby niet te spelen. Op die manier kan ik er direct achter komen wie de dader is voor het inmaken van SpongeBob en Patrick. Oh, kijk, normaal gesproken ben ik er niet zo'n fan van. Om Robux te betalen en zo'n obby in één keer te halen. Maar op dit moment zie ik het meer als een soort van slimme afweging. Omdat stel voor dat ik nu de obby haal op de normale manier door gewoon te spelen. Dan geef ik de mogelijke killer aan het einde van de obby meer tijd om weer nieuwe mensen in te maken in Roblox. En dat is eigenlijk iets wat ik een soort van wil voorkomen. Dus wat ik kan doen is ik kan letterlijk op deze knop staan. Teleport naar het einde. En dan kan ik... Wacht, 55 Robux? Huh, maar hier stond 25. Oké, nu begin ik te twijfelen of dit spel wel te vertrouwen is. Oké, weet je wat? Ik probeer het gewoon. Skip to the end. Ik ga erachter komen. Let's go. Let's go. Oh my gosh. You. Oh gosh. No way. Gosh, dit is de dader. En hij zit al in een kooi. Oké, hij zit gelukkig al in een kooi. Dat is een heel groot voordeel. Ik had niet verwacht. En er is zelfs een VIP. Kan ik de VIP ook in? De VIP kost 55 Robux. Oké, weet je wat? Bye now. Ik weet niet. Ik ben blij. De dader is gevangen genomen. Waarschijnlijk is dat daar dus ook dezelfde dader als die de SpongeBob in de vorige map heeft ingemaakt. En ik kan de VIP in waar ik... Oeh, een ice pad. Die is best zeldzaam. Een ice pad. Oh gosh. Wat heb ik gedaan? Oh gosh.
Oh gosh, ik heb mezelf... Oh nee. Ja, dit is de reden waarom je moet uitkijken in Roblox met verschillende soorten items. Ik kan de obby zelfs restarten, maar dan moet ik hem opnieuw beginnen. Het was een interessante obby. Ik weet nu in ieder geval wie dit heeft gedaan. En ik heb toegang tot de VIP en dat is iets waar ik blij mee ben. Dus ja, dit was een ervaring. Oeh, ik kan zelfs met snelheid 300 spelen. Oh gosh, kan ik dan nu niet in één keer... Oh gosh, oké. Ik ga ooit een keer een obby zo halen. Adios.